ik naar de doping was. Ja? Nee, er waren er een paar op de foto. Voornamelijk vrouwen. Ja, Martijn, hoe belangrijk is deze overwinning voor Feyenoord in aanloop naar die wedstrijd van donderdag tegen Marseille? Het is altijd lekker als je wint voor zo'n belangrijke wedstrijd. Hè? Dat had Slot ook aangegeven. Hij vindt het niet erg als die spelers met Marseille bezig zijn. Wat misschien natuurlijk ook wel logisch is. Voor de meesten is het eigenlijk de wedstrijd van hun carrière. Brian Linssen zei het nog. Het is een wedstrijd om echt naar uit te kijken. Als hij de tv aanzet, hoort hij Marseille, 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 Marseille. Dus je ontkomt er niet aan dat je ermee bezig bent. En dan is het maar beter dat als je dan van tevoren nog een wedstrijd hebt tegen FC Utrecht, dat je die goed speelt. Hè? En dat je hem wint. En met een goed gevoel richting die geweldige wedstrijd gaat van aanstaande donderdag. Dus hij vond het niet erg. Maar het resultaat en het liefst ook nog de manier van spelen moeten wel het goede gevoel extra meegeven nog richting die wedstrijd. En de trainingen die er nog aankomen tot aanstaande donderdag. Nou ja, dat is deels gelukt. Het belangrijkste is aan voldaan. Winnen van Utrecht. Je houdt Twente en AZ op afstand. Nou, daar ging het ook uiteindelijk om. En ja, nu kan het eigenlijk alleen nog maar over Marseille gaan. En nu mag het ook alleen nog maar over Marseille gaan. Nee, ik heb ze zelfs vooruit gezegd van er zijn heel veel trainers die altijd roepen, je moet alleen met vandaag bezig zijn. In de media vind ik ook dat ik dat moet zijn. Maar als die jongens met donderdag bezig willen zijn, heb ik er geen moeite mee. Want dan moeten ze beseffen dat als ze vandaag winnen, dat dat een veel betere manier is om naar donderdag toe te gaan dan wanneer je vandaag niet had gewonnen of een slechte wedstrijd had gespeeld. Dus ik heb juist gezegd van ja, als je toch dat donderdag zo belangrijk vindt en daar dan moet je vandaag een hele goede wedstrijd spelen, zodat je ook met heel veel zelfvertrouwen naar die wedstrijd donderdag kan gaan. Dus in de media probeer ik dan niet te veel daar antwoord op te geven, anders zie ik alleen maar Marseille, Marseille, Marseille. Maar richting die jongens ga ik dat niet onnodig weghalen. Nee, dan moeten ze juist beseffen dat een goede wedstrijd vandaag en het liefst gekoppeld met een overwinning alleen maar meer zelfvertrouwen geeft richting donderdag. En dat is gelukt? Ik vond het niet zozeer een hele goede wedstrijd, zeker de eerste helft niet, maar het was wel een goed resultaat. Het begon nog wel aardig, daarna een fase minder. Tweede helft was wel helemaal voor Feyenoord, natuurlijk op dat ene moment van Utrecht na. Dus uiteindelijk een dik verdiende overwinning, maar Feyenoord heeft wel eens beter gespeeld. Maar soms heb je dat. En je kunt niet elke wedstrijd helemaal top spelen, maar dan gaat het er wel om dat je zo'n wedstrijd, en het is best een lastige wedstrijd tegen FC Utrecht, dat je hem wel over de streep trekt. Nou ja, dat hebben ze gedaan. Ze hebben toch wel weer veerkracht getoond, laat gescoord met Sinisterra. Dus ja, dat moet ook dan allemaal een beetje meezitten. Maar ze hebben gedaan wat er gedaan moest worden. Nou ja, je blijft op die derde plek staan, wat gewoon een hele belangrijke positie is geworden. Ja, en je wint. En bij vlagen zag het aardig uit. Maar vergeet niet dat Feyenoord nog wat spelers miste. Toornstra niet. Til speelde niet. Dus ze moesten wat in een andere formatie gaan spelen. Nou ja, dat helpt misschien ook niet altijd mee om tot goed voetbal te komen. Als je het op een key positie anders, als je het anders invult. Dus ik denk uiteindelijk, alle plussen en minnen, dat iedereen dik tevreden is. Zo'n goal in de laatste minuut is natuurlijk lekker. Ontlading winnen in de laatste minuut. Wat heb je nou liever? Die wedstrijd al eerder beslissen of toch dit moment? Nou ja, natuurlijk. Liefst win je iedere wedstrijd met 5-0. Zo simpel is het ook. Alleen, ja, dit is ook wel een keer lekker. Dus het is mooi. Iedereen komt dan met een gevoel de kleedkamer in van toch wat meer uitbundig, meer euforie dan dat je als je met 5-0 wint. Zo logisch is het. En zo zag je bij het publiek ook. Dus, maar het liefst beslis je natuurlijk veel eerder. Tuurlijk, dat is altijd. Ook het vooruitzicht naar donderdag, dat je nu weer tot het raadje moet gaan? Ja, maar in principe maakt dat niet uit. Je hebt genoeg tijd om te rusten tot donderdag en iedereen zal volop gemotiveerd zijn. Dus of je nou tot het gaatje gaat vandaag of niet, dat maakt niks uit. En we hebben al zoveel wedstrijden gehad dit seizoen en we hebben die iedere keer weer laten zien. Dus daar hoeven jullie en wij ons geen zorgen om te maken. Ja, Linssen op 10 inderdaad, door die afwezigheid van Toornstra en Til. Ja. Hoe vulde Linssen dat in? Ja, goed. Ik vond dat hij dat goed deed. Het is natuurlijk geen 10. Het is wel een speler die het dichtst bij de kwaliteiten van Guus Til komt met dat loopvermogen. Hè? Aanvallend en verdedigend. Want hij verzet bergen werken. Nou ja, hij kwam een aantal keer goed tussen de linies. Heeft hij ook wel gevoel voor om op die positie te spelen. Maar het was niet de eerste optie. Ik denk dat als Walemark fit was gebleven op de training, dat hij misschien wel de kans had gekregen om op 10 te spelen. Hoewel nou niet het idee had dat Slot daar echt heel tevreden over was de keer dat hij er kwam te spelen. Dat was volgens mij uit in Praag. Ja. Dus misschien dat het ook wel goed uitkwam dat hij wat licht geblesseerd raakte. En dat hij voor de zekerheid van Linssen kon kiezen. Omdat je op die plek, zeker de manier waarop Feyenoord speelt, iemand nodig hebt die ook in de omschakeling zijn werk doet. En dat doet Linssen.
Dus wat dat betreft was het niet eens een verrassing dat hij daar speelde. Senesi viel natuurlijk uit met een blessure. Het is nog even afwachten hoe dat gaat. Maar moet Slot flink gaan puzzelen, denk je, als hij niet kan spelen tegen Marseille? Nee, want ze hebben natuurlijk één speler in huis die eigenlijk alle problemen oplost als er blessures zijn. En dat is gewoon Geertruida. Laatst was er ook weer een probleem dat Kuksu uitviel. En wie stond er toen linkshalf? Ja, Geertruida. Vandaag valt Senesi uit. Wie staat er links centraal in de verdediging? Geertruida. Hij staat rechtsback. Hij kan op het middenveld spelen. Hij kan centraal achterin spelen. Dus ja, het is de smeerolie van Feyenoord. Hè. Als er iets kapot gaat, nou, dan heb je Geertruida. Die vult dat perfect in. En daarmee verandert er eigenlijk vrij weinig. Dus tuurlijk hoop je als trainer dat Senesi er wel is. Omdat het natuurlijk een linksbenige centrale verdediger is die goed naast Trauner past. Ook in de opbouw is dat belangrijk. Maar je hebt altijd de backup van Geertruida met Pedersen, die ook prima als rechtervleugelverdediger kan spelen. Dus er is ook helemaal geen paniek, omdat Senesi, het ging geloof ik wel weer in de kleedkamer. Het was een soort kramp kwestie, ja, dan moet je eruit. Hij ging ook wel een beetje raar van het veld af met dat gestrekte been zo, met een sleepbeen. Maar ik begreep volgens Slot dat het in de kleedkamer alweer reuze meeviel. En hij heeft nou nog een dag of vier voordat die wedstrijd hier in de Kuip tegen Marseille is. Ja, tegen die tijd moet hij wel hersteld zijn. Waar kijk je nou het meest naar uit als je aan donderdag denkt? Aan de wedstrijd winnen, daar kijk ik het meest naar uit. Dat is hier in de Kuip, volle Kuip, met deze supporters. Denk dat we van iedereen kunnen winnen. En dus ook van Marseille. En ja, kijk er gewoon naar uit. Gewoon, het is toch hartstikke vet om zo'n wedstrijd te spelen. En daar moet je vooral van genieten. En er alles aan doen om juist door te kunnen gaan. We hebben Wademark natuurlijk de laatste tijd veel zien invallen. Denk je dat hij ook op de deur klopt voor een eventuele basisplaats? Of je kijkt natuurlijk naar de prestaties van Reece Nelson. Ene wedstrijd, ja, goed. Andere wedstrijd, minder. Beetje wisselvallige spelen. Ook in wedstrijden is het. Op één moment denk je, jeetje, van de actie. Wat snel was die weg. Hij is ook heel snel. En dat je denkt van, jeetje, wat een goede speler is het eigenlijk. En een moment later, ja, is het weer gek balverlies of zo. Natuurlijk, dat heb je wel met meer spelers die dat hebben. Alleen Walemark is wel iemand die komt uit die Zweedse competitie. En ze leggen hier de nadruk op dat hij nog heel veel moet leren. En dat het nog wel een hele stap is vanaf die competitie naar dit Feyenoord. Maar goed, ik zie hem bij zijn eerste balkon toch gelijk iemand door zijn benen spelen. Er gebeurt altijd wat als hij invalt. En hij legt hem even lekker neer natuurlijk. Hij legt hem even lekker neer. Het is een geweldig gevoel in dat linkerbeen. Dus ja, als het zo is dat hij nog aanpassingsproblemen heeft. Of aanpassing, dat hij zich nog moet aanpassen. Gaat het wel steeds sneller. En kan het niet anders dat volgend jaar gewoon een bepalende speler van Feyenoord gaat worden. Als je zoveel kwaliteit hebt, zoveel gevoel in dat linkerbeen. Ja, en dan moet je misschien even wennen aan de intensiteit, aan de Eredivisie of weet ik veel waar je tegenwoordig allemaal aan moet wennen. Ik zou zeggen, als je goed bent, speel je gewoon. Maar blijkbaar, ja, is ook wel trainers eigen, hè? Dat ze zeggen, ja, zo'n trainer, zo'n speler moet toch nog even dit en dat moet nog even dat. Bij Ajax moest hij geloof ik eerste jaar in tweede. Liedman heeft geloof ik een jaar in Jong Ajax gespeeld voordat hij het allemaal door had. Nou ja, ik denk altijd maar, als je goed genoeg bent, moet je gewoon spelen. Maar blijkbaar mankeert er nog wat. Misschien in het omschakelen of in het positioneren. Ja, je weet het allemaal niet. Maar je ziet hoe die speelt soms, hoe die ballen aanneemt. Dat gevoel wat jij net zegt, ook hoe die bal neerlegt. Ja, dat is natuurlijk wel een goede speler. Maar hij deed nog even een Van Vossetje, hè? Ja, ik zag het, ja. Alsof het nog niet druk genoeg was in het stadion. Ja.